Hoi, allemaal! We beginnen gelijk goed. Oh. We gaan de wasstraat in. Oh, hi. Hey. Zal ik mijn raampje maar dicht doen? Oké. Op dit moment zien wij niks meer. Nee, maar jullie wel. Ik hoop het. Wie ben jij eigenlijk? Ik ben Maarten en ik ken Marije al 6 jaar. Ja. Van waar? Pleintje toch gewoon? Ja, we wonen op het pleintje. We wonen echt heel dicht bij elkaar. En zaten we ook nog eens 4 jaar bij elkaar in de klas. Inderdaad. Dus ik weet niet wie het horen. En wist ik ook niet. Okay, en we gaan vandaag rijden. Maar ja, we weten nog niet goed waarheen. Nee, we gaan richting het zuiden. Ja. En of we er komen, dat is de vraag als 2 uur. Hoi, allemaal. We gaan niet uitzuigen, heb je zin in? Oh, dit is niet grappig! We kijken zo nogal voor de zekerheid nog. Oh, ze hebben mijn ruitjes ook uitgeklaard. Nou, helemaal schoon! Helemaal schoon! Even een leuke fun fact. Oh, daar komt het hoor. In een parodie van de Ponkers over dit nummer zat ik even. Heb je me gezien? Ja. Ja, ja, heb je gezien? Ja. Allemaal even kijken. Ik zet even een link in de beschrijving. Met al die skelpjes. Ja. Oh, nog een woord K. Dus ga ik bijna het zelf. Tell me, am I going crazy? Zullen we eens even een goed verhaal vertellen? Ja, we gaan eens even een goed verhaal vertellen. Oké, okay. We zijn in Maastricht. Juist. maar... Weten we niet? Niet waar. We hebben het geprobeerd om in het centrum, nee, dat wordt hem niet. Het gaat hem niet worden. Dus we rijden nu gewoon weer lekker terug. Oh, je kan hier niet op... No way! Hoe gaan we dit doen? Ja, of je moet er gewoon hier weer, dat je hier kan, kun je hier, misschien keren. Ik ga het gewoon vragen. Ja, dat is mijn plan. Oh my god, we zijn een Dit is een stortplaats. Een stortplaats, Oh, maar dan kunnen we toch wel vragen of we gewoon even zo het hoekje omhoog. We zijn dus een stortplaats opgereden, maar we kunnen niet meer terug. In Maastricht. Komt erop neer dat we nu zeg maar een stortplaats oprijden en we kunnen niet achteruit. Ja, het kan wel, maar het mag niet.
gaan even aan die man vragen of we gewoon even een rondje hier mogen rijden. Als het ooit nog gaat lukken dan. Hier weg mogen. En? Oké. Okay. Hij begon al met, ja dat gaat hem niet worden. Zei, kan ik hier niet weg of zo? Zei, nee die kan niet, die kan niet. Dat kan niet. Kan niet, zei hij gelijk. Maar hij zei ook erbij dat we dan, als ik het nog goed onthouden heb, links, links, rechts. Ja, maar we moeten toch weer gewoon daarheen. Ja, dus... Moet gewoon niet opeens een oprit in, gewoon. Wat zou je liever willen? Wow, dit is echt heel raar. Wat zou je liever willen? Je tanden poetsen met appelmoes of altijd als ochtend eten rauwe aardappels eten? Wow, geen idee wat ze zegt. Top. Dat wie dat heeft gedaan, heel mooi. Ik weet dat jij tanden poetsen met appelmoes wil, want jij houdt van appelmoes. Ja, klopt. Ja, ik vind... een keer een high tea op school, want neemt Maarten mee appelmoes. Oh, dat weet je nog dus. Ik doe lekker origineel. Iedereen laat weet je op. Ah, ik heb brownies gebakken. Ik heb brownies, ik heb een taart, ik heb een cake. Ik heb pannenkoeken gebakken en zo, weet je. En dan kom ik aan gewoon... een pot appelmoes van hier, alsjeblieft. Yeah. Zou je liever in een simpel cafeetje of in een duur... Wow, deze zin. Sommige van jullie kunnen echt geen Nederlands meer. Laat wel. Ik lees het nu voor zoals het hier staat. Zou je liever willen in een simpel cafeetje of in een duur en luxe restaurant? Wil je eten? Of naar de wc, want dat maakt niet uit. Ik neem aan eten dan. Luxe restaurant, ja. Ja. Wellicht, ja, ligt aan wie er betaalt. Elke dag op Lego blokjes lopen of elke dag alle lampen in het huis moeten vervangen? Ik zou alle lampen in het huis vervangen en dan gewoon één lamp in het huis vervangen. Inderdaad. Klaar. Klaar, kaarsen. Ja, inderdaad. Kaarsen, ja. De camera is leeg. Dus we hebben nu mijn GoPro. Alleen, het is fisheye en het geluid is niet zo goed. Ik moet gewoon een nieuwe batterij kopen. In ieder geval, we zijn nu onderweg naar de McDonald's. Dan moet ik daar ergens keren, want ik kan nu niet zo opeens even draaien. Ja, te laat. What? Oh, yo. Dat ging bijna. Woe! Yes. We komen net heel melig uit de McDrive, dus ja. Fuck yeah! Oh shit. Nou, wat heb jij? Laat eens even een McDonald's shoplog zien. En gewoon een Big Mac, ja. Standaard, hè. Neem ik altijd hier. En jij? De basic dingen. De basic dingen. Ik heb een McChicken. De basic fit. Oh nee. Hoe lang moet er nog? Een half uur? Nee, 35 minuten. Just in the sky, cause in the sky. Even rijden hoor. Kom, laten we even rijden even op vrijdag. Een stukje rijden. Zullen we even om 12 uur even 4 uurtjes rijden of zo? Ik weet niet eens of jullie ons zien. Ik ook niet. Wacht. Ja. Oké. Okay. Nou, we zijn aangekomen. Over 1 minuut thuis. En ik ben echt helemaal dood. Oh, ik ben echt kapot. Duimpje omhoog. Subscribe. Doei. Tot de volgende keer. Dag jongens. Dag jongens. Dag jongens.